Gezegende Sabbat allemaal gewenst en een gezegende conferentie ook. Ik ben blij jullie allemaal in goede gezondheid te zien en ik ben zelf ook blij dat ik hier weer in gezondheid aanwezig ben. De titel voor dit, of na het inleidende thema van broeder Jauzi is verandering door de kracht van het evangelie. Broeder Jauzi die heeft in de opening van de conferentie al gesproken over de belangrijkheid van de Romeinenbrief en enkele kenmerken. En daar willen we ons verder in gaan verdiepen. Titel van vandaag is dus verandering door de kracht van het evangelie. En dat is naar aanleiding van het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief en het leven van Paulus. Ik wil beginnen met een citaat. Een citaat van Martin Luther. Hij had ook een mening over de Romeinenbrief. Hij zei, deze brief, de Romeinenbrief, is in de waarheid het hoofdgedeelte van het Nieuwe Testament. En het zuiverste evangelie. Het zou goed zijn voor een christen om het niet alleen woord voor woord uit het hoofd te kennen, want het is het dagelijkse brood voor de ziel. Het kan nooit te veel en te goed bestudeerd worden. En hoe grondiger het behandeld wordt, des te kostbaarder wordt het en des te beter smaakt het. Hij spreekt hier dus, als we het over het evangelie, niet zomaar over het evangelie, maar hij heeft het over het zuiverste evangelie als hij het over de Romeinenbrief heeft. En als we naar de tekst kijken, wat het thema is ook voor deze conferentie uit Romeinen 8 vers 37, waar staat, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Wat een mooie belofte is als we ons daaraan vast kunnen houden. Eigenlijk is dat het centrale, ook het middelpunt van die Romeinenbrief. En ook nog eens de reden waardoor die overwinning voor een ieder van ons binnen handbereik komt. Namelijk staat er door hem, dat is door Jezus, die ons heeft lief gehad. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Dit is het evangelie, samengevat. Net als de bekende woorden uit Johannes 3 vers 16. We kennen de tekst allemaal. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Als we de oneindige liefde van Jezus omarmen, kunnen wij meer dan overwinnaars zijn. En vandaag wil ik met jullie bestuderen waarom dit evangelie zo zuiver is en welke verandering dit ook in onze en in uw leven kan bewerkstelligen. En ik wil jullie van harte uitnodigen om die Romeinenbrief grondig te bestuderen, want het raakt eigenlijk alle facetten van het evangelie. En daar bedoel ik mee dat het hele beeld weergeeft hoe God werkt. Wat betreft het grote plan van het hemelse bestuur, het verlossingsplan. En de brief begint met de zondigheid van de mens en gaat door tot, hoe wij net al lazen, totdat we overwinnaars kunnen zijn en hem en met hem verheerlijk mogen worden. Tot in eeuwigheid dus. En eigenlijk begint het al vanuit de eeuwigheid in het verleden. Want daar heeft God ons al voorbestemd. En dan komen we bij deze tekst uit. Bij Romeinen 8 vers 29. Het eerste gedeelte. Die laat het volgende weten. Er staat, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren ertoe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dus van eeuwigheid tot eeuwigheid en alle facetten daartussenin worden door Paulus aangeraakt en ook belicht in die Romeinenbrief. En vandaag op deze eerste dag van de conferentie wil ik in de eerste plaats met jullie bestuderen wat de toestand is van de mens zonder God.
En daarna wil ik jullie meenemen in voornamelijk het eerste hoofdstuk dus van de Romeinenbrief en het leven van Paulus. En het leven van deze schrijver van deze brief laat namelijk zien dat we door de kracht van het evangelie een verandering en een allesbeslissende transformatie in ons leven kunnen bewerkstelligen. En dat we uit die wereldse toestand van een leven zonder God, dat we daaruit kunnen ontkomen. Ik wil eerst met jullie lezen Psalm 8, vers 4 tot 7. Daar staat: als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en de mensenzoon dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. En we kunnen hier lezen hoe God de mens heeft gemaakt en wat zijn bedoeling was met de mensen. We weten dat in de eerste hoofdstukken van de Bijbel in Genesis, dat we kunnen lezen dat alles wat hij had geschapen niet goed was, maar er staat: het was zelfs zeer goed. En als God dat zelf zegt, betekent dat alles perfect was geschapen. Maar we weten dat door de zonde het allemaal anders is gelopen. En de zonde heeft een grote, diepe kloof teweeggebracht tussen de mensen en God. En deze kloof verwijdert ons van de liefde die God juist aan ons wil geven. De staat van de wereld is zo dat het lijkt alsof deze zonder God verder gaat. Maar wat is nu de staat van de mens zonder God? En geeft die staat uitzicht op iets? Kunnen wij uit onszelf iets bereiken? Wat laat de Bijbel ons weten? Een aantal teksten die ons de staat van de mensheid laten zien, is onder andere in Romeinen 3 vers 23. Er staat: want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En de tekst in Jeremia, wat betreft het hart, daar staat: arglistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk ziek is het. Wie zal het kennen? En deze teksten laten ons duidelijk zien wat de staat van de mens is. Door de zonde is het verval in de mensen gekomen. En het karakter van God, zijn wet, zijn 10 geboden, die hebben de mensen losgelaten. En zijn wet wordt overtreden. En daardoor missen we, zoals we net lazen, de heerlijkheid van God. Maar voor wie geldt dat dan? Voor wie geldt dat? Inderdaad. Nou, ik hoor het niet van u, maar het geldt voor ons allemaal. We lazen het net al. Allen hebben gezondigd. En in Romeinen 3 vers 9 tot 12 er staat: wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Eigenlijk een hele verdrietige tekst. En ik wil nog een keer bij Maarten Luther terugkomen. Maarten Luther zei zelfs: de menselijke natuur die is zo corrupt en blind dat ze de grootte van de zonde niet eens meer ziet. Het is iets om verdrietig over te worden. Maar het is een harde werkelijkheid. En misschien voor sommigen ook moeilijk te aanvaarden. Maar toch is er hoop. Er is hoop door het machtige plan van de verlossing. Een plan gemaakt door het hemels bestuur tot redding van zielen. En het liefst alle zielen. Een plan dat tot uitvoer is gebracht en is volbracht. Door wie? Door onze grootste vriend en onze broer Jezus Christus. In de diepte van dit grote plan liggen de schatten van het evangelie.
En dit wordt ons aangereikt. Het wordt ons aangeboden. En het enige wat wij hoeven te doen is dit cadeau aan te nemen en te accepteren. En als we dat doen, zal dat bij ons ook iets teweeg brengen natuurlijk. Hoe is de wereld? Heel veel mensen in deze wereld, die kennen Jezus helemaal niet. En bij ons, als christenen, bij ons kan het vlammetje ook af en toe wat uitgedoofd raken. Maar door de liefde van Jezus en voor wat Hij heeft gedaan voor ons, kan dat weer aangewakkerd worden. En iemand die dit bij uitstek heeft meegemaakt, dat is Paulus. En we gaan naar deze bijzondere man en zijn bediening kijken vanuit het perspectief van de eerste Romeinenbrief. En het grote onderwerp van zijn brief is het evangelie. De blijde en hoopvolle boodschap. En in de eerste teksten, die broeder Jauzi ook al aanhaalde, daar introduceert hij zichzelf als de schrijver inderdaad van deze brief aan de gemeente in Rome. En Rome, de belangrijkste stad op dat moment en ook het hoofdkwartier van het Romeinse Rijk. En tot deze gemeente zou hij zo graag willen naderen. Aan deze gemeente wil hij de diepte van het evangelie uitleggen. En er is geen andere boodschap in deze wereld die zo diep en zo krachtig is en die een algehele transformatie teweeg kan brengen als het evangelie van Jezus Christus. En veel van jullie, of enige van jullie, inclusief ook ikzelf, die kunnen vertellen hoe ons leven totaal veranderd is toen we dat evangelie aannamen en toen we Jezus aannamen. En wie anders is een voorbeeld van die radicale verandering door de evangelieboodschap dan Paulus zelf? Toen zijn leven op zijn kop werd gezet, letterlijk, toen hij op weg was naar Damascus, waar hij Jezus ontmoette en tot bekering kwam. Maar hoe zat dat dan met zijn oude leven? Hoe zat dat met zijn gewoonte? En hoe zat dat in zijn oude karakter? Dat willen we eens verder bekijken. We zouden kunnen zeggen dat Saulus, want zo heette hij toen nog, een extremist was. Hij was een man van uitersten. En online kan je vinden dat extremisme zich kenmerkt door systematische pogingen om de ideologie tot in de uiterste consequenties in alle delen van de samenleving door te voeren. Ook worden er doelen of middelen nagestreefd en ingezet die buiten de wettelijke kaders vallen, waaronder soms ook geweld. En binnen dit kader paste Saulus heel goed. Hij had geen goed woord over voor de gemeente. Hij had geen goed woord over Jezus. En hij verzette zich hiertegen niet een beetje, maar met alles wat hij had. Hij werd geboren in een Joods gezin en is opgegroeid en opgevoed tot de Farizeese zienswijze. Je zou kunnen zeggen tot een strenge sekte. Die heel, heel precies tot in de puntjes de wet uitvoerde en naleefde. En Saulus liep vooraan in de rij en hij was op weg de meest vooraanstaande Farizeeër te worden. Hij zegt bijvoorbeeld van zichzelf in Galaten 1 vers 13. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk. Omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Er was niemand zo ijverig die zo ijverig was om de geërfde traditie weer voor te zetten. Hij woonde een tijdje in Jeruzalem en kreeg daar zijn opleiding. Maar wat daar ook gebeurde is dat daar de eerste gemeente begon te groeien. En het gebeurde niet veel later dat Stefanus, een man van God,
dat hij het evangelie bracht in Jeruzalem. En Saulus, die berispte de Joden. En ook Stefanus. En wat werd er met Stefanus gedaan? Die werd uit de stad geworpen en die werd gestenigd. En wie stond daarbij bij die steniging? Wie stond daar eigenlijk goedkeurend bij? In Handelingen 7 vers 58b staat... En de getuigen legden hun kleren aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En in 1 Timotheus 1 vers 13 schrijft Paulus over zichzelf... Mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Ja, om uit deze teksten ook nog maar eens te benadrukken hoe de toestand van de mens is zonder God. Maar dan lezen we in Handelingen ook de prachtige belevenis die, ik ga vanaf nu maar weer Paulus noemen, als hij onderweg is naar Damascus. In Handelingen 9 vers 3 en 4 staat, en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En op klaarlichte dag, en de zon staat op zijn hoogst, en toch omgeeft hem iets wat hem nog meer verblindde dan die felle zon. En dan in vers 5, en hij zei, wie bent u, Heere? En dan de meest bijzondere woorden die je maar kunt horen. Namelijk, hij hoorde, ik ben Jezus, die u vervolgt. Waarop Saulus bevend vraagt in vers 6, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En daarna krijgt hij de instructies. En wordt Paulus geroepen als een apostel. Dat is het moment van zijn totale ommekeer in zijn leven. En ik wil met jullie drie fundamentele veranderingen in zijn leven laten zien, ten gevolge van het aannemen van het evangelie. Waar wij natuurlijk ook de lessen van weer uit kunnen halen. En deze drie veranderingen zijn de volgende. Namelijk de verandering van Paulus en zijn relatie tot Jezus Christus. De verandering van Paulus en zijn relatie ten opzichte van de gemeente. En de verandering in zijn relatie ten opzichte van de wereld. Hoe is zijn verandering ten opzichte van Jezus Christus geworden? Het eerste gedeelte. En we kunnen dat lezen in de eerste zeven teksten uit Romeinen 1. En na zijn ontmoeting met Jezus kunnen we lezen in Romeinen 1 vers 1 dat hij zichzelf een dienstknecht van Jezus Christus noemt. Een geroepen discipel. Hij zegt, hier ben ik. Ik ben er om Jezus te dienen. En ik wil er voor hem zijn. Ik ben hier met een doel. Ik ben zijn eigendom. Dat is nu het doel van het leven van Paulus geworden. Er staat in het eerste vers nog, in het tweede gedeelte, dat hij afgezonderd is tot het evangelie van God. En zo vervuld is hij door deze transformerende boodschap dat het evangelie van het evangelie van God. Een evangelie dat niet wordt gevonden in regeltjes of tradities. Het evangelie wordt gevonden in een persoon. Namelijk in de persoon Jezus Christus. Het evangelie staat in vers 3, is ten aanzien van zijn zoon. Jezus, die de brug is van God naar de mens. Dat is precies wat de mensheid nodig had om uit zijn toestand zonder God weer om tot hem te kunnen naderen. En dit is precies wat Paulus nodig had om die verandering te kunnen bewerkstelligen. En dat is ook precies wat u en ik nodig hebben. En dat staat ook in vers 6. Waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. En ieder die de keus nog niet heeft gemaakt voor Jezus, laat hij zich hier aangesproken en geroepen voelen. En laat die transformatie, net zoals die bij Paulus, ook bij jou per direct beginnen. Dat is wat deze boodschap kan doen. Namelijk
dat iemand die totaal verwijderd is van God, kijk naar Paulus zijn leven, opeens een totaal andere kijk op Jezus heeft en een innige relatie met hem wil aangaan. En dan wil ik naar de tweede verandering van Paulus gaan. Hoe is zijn relatie ten opzichte van de gemeente geworden? We kunnen dat lezen in de verzen 8 tot en met 13. En ik wil deze even in zijn geheel lezen. Er staat allereerst nu, dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat u uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige. Hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk door de wil van God, eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar om u te zien. Om u in een enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. En dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof. Zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen om ook onder u enige vrucht te hebben. Zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. En het is zo mooi om te zien in dit stukje hoe de band van christenen onderling, zoals hij geworden is dan, versterkt wordt. Als ze de band van het evangelie, de band van de liefde van Jezus omarmen. Deze broeders en zusters in Rome, die had hij nog nooit gezien. Maar als je deze brief leest, dan lijkt het alsof ze elkaar al jaren kennen. Er staat, hij verlangt er vurig naar om hen te zien. Dat is zijn verlangen. En ook hier zie je dus de totale verandering van iemand die de gemeente eerst vervolgd en verdrukt heeft, naar iemand die de gemeente met een vurig verlangen wil zien. En dat is omdat de kracht van het evangelie ook de relatie met broeders en zusters verandert. Het zorgt ervoor dat alle culturen, het zorgt ervoor dat alle standen en alle achtergronden gezamenlijk bij elkaar kunnen komen. Onder diezelfde noemer, namelijk door de liefde van Jezus Christus. Om elkaar te helpen en te bemoedigen. En dat is de band van eenheid die we door Jezus Christus mogen ervaren. Paulus verlangde naar de gemeente. En dat verlangen naar die gemeente, dat zou ook ons verlangen moeten zijn. En om de belangrijkheid aan te geven, wil ik hier nog een beetje dieper op ingaan. We lezen Romeinen 1 vers 11. Er staat, want ik verlang er vurig naar u te zien. Waarom en hoe kan dit? En er zijn drie dingen die Paulus hier noemt. En ik heb ze in het rood afgedrukt op de sheet. En ten eerste staat er om u in enige geestelijke genadegaven te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Hij verlangt ernaar om de geestelijke gaven die hij gekregen heeft, om die dienstbaar in te zetten ook voor zijn naasten. Ook om hen te versterken in geloof. En ik wil het ook eigenlijk spiegelen naar de gemeente, naar onze gemeente. Naar u en naar mij. Hoe is uw houding naar de gemeente? Hoe is uw houding naar uw broeders en zusters? Is er een vurig verlangen om elkaar te zien? Bijvoorbeeld op zo'n conferentie. Of op Sabbat, maar ook op andere momenten. Om met elkaar te zijn, om elkaar te versterken in het geloof. En in die blijde hoop van het evangelie. En als je werkelijk veranderd bent door dat evangelie, dan is dit verlangen er. Dit verlangen om je in te zetten voor de broeders en de zusters. En de gemeente. En deze eenheid. Ik denk dat dit ook de basis is voor de uitstorting van de Heilige Geest straks tijdens de spaderegen. En als dit verlangen er niet is, dan moeten we bij onszelf ook nagaan
Ja, wat klopt er dan nog niet? Wat is er aan de hand? En de tweede reden voor het vurige verlangen kunnen we lezen in Romeinen 1 vers 12. En dat is namelijk om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof. Zowel dat van u als dat van mij. Het gaat Paulus om de gemeenschap die ze met elkaar hebben, om elkaar te bemoedigen. En ook hier weer de vraag aan u, is dat ook uw intentie om hier naartoe te komen tot bemoediging en met positieve woorden en om naar elkaar om te kijken? Om te kijken naar de noden van de ander. En het hoeft niet zo groot te zijn. Een glimlach of een hand op de schouder of een bemoediging, dat kan al voldoende zijn. En een derde reden voor het vurige verlangen naar die gemeente vinden we in vers 13. Daar zegt Paulus, namelijk dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen om ook onder u enige vrucht te hebben. Hij wil zijn bediening en zijn gaven, zijn talenten inzetten voor de gemeente. Hij wil die band met hen aangaan, zodat de gemeente ook, hoe het er staat, vrucht zal dragen. En weerspiegelen het naar onszelf. Hebben wij ook dat verlangen, net zoals Paulus, om iets te brengen naar de gemeente? Heeft de liefde van Jezus iets in u losgemaakt, zodat dit ten goede komt van de gemeente? Zodat het vrucht kan dragen. Brengt u iets van uzelf, iets van uw gaven, iets van uw talenten? Bij Paulus was het de veranderlijke kracht van het evangelie wat hem veranderde van een egoïstische en haatdragende houding naar een instelling waarin hij juist oog had voor de noden van de ander en van de gemeente. Hij werd een dienaar van de gemeente. In Colossenzen 1 vers 25 staat, daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de taak in de dienst van God die mij met het oog op u gegeven is om het woord van God te vervullen. Hij diende de mensen, dat was zijn verlangen. Net zoals dit ook het hoofdthema eigenlijk, om het zo maar te noemen, van Jezus was toen hij hier op aarde was. Het dienstbaar zijn. Laat dat verlangen bij u ook ontwaken, zodat er een hechte band binnen de gemeente kan ontstaan. Als iedereen dat doet, is de eenheid in de liefde van Jezus nabij en zal de gemeente ook zowel geestelijk als ook op andere manieren of in aantallen gaan groeien. We gaan naar de derde verandering toe in het leven van Paulus en welke lessen wij daaruit kunnen halen. En dat is met betrekking tot de wereld. En daarvoor gaan we naar de versen 14 tot en met 17 uit de eerste Romeinenbrief. En hier lezen we hoe graag hij de boodschap wil brengen aan een wereld die verloren is. Er staat, ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken. En bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Dan de bekende tekst. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En we lezen hier aan wie Paulus graag deze boodschap van het evangelie wil vertellen. En dat is namelijk om dat aan de wereld te brengen. Paulus had het middel gevonden tot ware vreugde, tot eeuwig leven. Hij had Jezus in eigen persoon ontmoet. Een middel om niet alleen hemzelf beter te maken, maar om alle mensen beter te maken. En niet alleen om allen beter te maken, maar
Ook om veel, zo niet alle problemen in de wereld op te lossen. Alle ellende, alle armoede, alle oorlogen, al het lijden. Die oplossing had hij gevonden in het evangelie. En hij wilde het liefst van de daken schreeuwen. Hij had dat intense verlangen om de gemeente in Rome te bereiken. En niet alleen de gemeente, maar ook alle mensen die daar woonden. Ook de mensen buiten de gemeente, die wilde hij bereiken. En hij had daar alles voor over. Het maakte hem niet uit. In Colossenzen 1 vers 24 zegt Paulus, nu verblijd ik mij in mijn lijden. Dus hij verblijdt zich in zijn lijden. Voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukking van Christus. Ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. En waar doet u dit aan denken? Vooral het eerste stukje. Dit doet ons denken aan het lijden van Jezus zelf. Jezus wist waarvoor hij het deed. Namelijk tot redding van zielen in deze verloren wereld. En Paulus verblijdde zich ook in het opofferen, zichzelf opofferen voor de gemeente. Hij trad eigenlijk in de voetsporen van Jezus. Want hij wist ook waarvoor hij dat deed. Net zoals Jezus. En dan kun je je afvragen wat had Paulus dan zo al meegemaakt. Wat was zijn lijden dan? We kunnen dat lezen in 2 Korinthe 11 en dan vers 23 tot 28. Hij zegt in slagen boven mate. Het aantal slagen wat hij kreeg, vergeleken bij andere mensen. In gevangenissen veel vaker. Dikwijls ook in doodsgevaar. Van de Joden heb ik 5 de 40 min 1 zweepslagen ontvangen. En 3 ben ik in de roede gegezeld. 1 ben ik gestenigd. 3 heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de kant van heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op de zee. In gevaar onder valse broeders. In inspanning en moeite. Vaak in nachten zonder slaap. In honger en dorst. Vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Ik ga er heel snel overheen, het is ook heel wat. Hij zelf richtte daar niet zijn aandacht op. Dat wil ik ook niet te veel doen. Maar als we dit zo lezen, ja, wie zou er graag met Paulus meegaan? Wie zou er graag met Paulus meegaan? Maar hij deed het met blijdschap. Hij deed het met alle liefde. Hij wilde dat evangelie brengen aan die wereld die verloren was. En hij schaamde zich er niet voor dit evangelie te brengen. En waardoor hij wist welke verandering hij had meegemaakt. Hij kende zijn einddoel. Namelijk de redding van zijn ziel en dat van anderen ten behoeve van het eeuwige leven. Dankzij Jezus Christus. Hij kende de kracht ervan. En precies zoals het zegt in wat er staat in Romeinen 1 vers 16. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. En mijn wens en gebed is dat u zich mag inzetten voor ditzelfde einddoel als wat Paulus voor ogen had. En dat u Jezus leert kennen, zo leert kennen dat dit blijdschap brengt in uw leven. En dat u door de kracht van dit evangelie ook deze verandering mag ervaren zoals Paulus dat heeft meegemaakt. Amen.